vanuit het publiek konden komen. Ik ga misschien niet rondgaan met de micro, maar als het niet hoorbaar is, dan zal ik de vraag herhalen. Simone, kan je het vertellen nog van je, ik geloof je laatste bezoek aan Hannah, samen met Viviane, misschien de jongste geredder van Transport 20. En de reddingsactie, de rol van Elias. Ja, dat is een prachtig verhaal. Ja, dus spoiler alert voor wie het boek nog wil lezen. Ja, dat behoorde niet meer tot het verhaal zelf, maar zoals het met een verhaal gaat, een leven houdt niet op, dat blijft doorlopen. Dus ik had het verhaal al verteld en het boek was klaar. En via Michel van der Burg, een Nederlands cineast, kwam ik ook achter de baby die in de buik zat van een van de dames, die moet het verhaal helemaal goed vertellen, een van de dames die in de wagon zat voor het transport naar Auschwitz, waar Elias ook in zat. En wat was er gebeurd? Die dame was zwanger, die wilde niet springen en Elias heeft haar als het ware omhelst. En hij is samen met haar naar buiten gesprongen. Elias heeft daarbij ook zijn vinger gebroken en die vinger is nooit helemaal recht gekomen. Afijn, ik hoorde dat verhaal en via Michel kwam ik erachter dat er in Amerika een dame woonde en die was de dochter van die mevrouw die Elias gered had. En dat bleek dus de baby te zijn in de buik van de moeder. En ik heb contact met die mevrouw opgezocht en die moest toevallig, dat is een Joodse mevrouw, die moest toevallig, Vivian, die moest toevallig in Israël zijn. En we hebben toen de afspraak gemaakt, Hannah was nog in leven, om elkaar te ontmoeten. Nou ja, en dat voor mij was dat het meest emotionele misschien wel, want op dat moment zie je wat een daad van één persoon, een moedige daad van één persoon, wie dan ook, teweeg kan brengen. Want daar zat het levende bewijs. En zij had kinderen en kleinkinderen. Een foto van in het boek trouwens. Ja, dat is die dat bezoek. Ja, ja, dat is op bij Hannah op bezoek. Ja. Ja. Dank je. Nog vragen? Dan denk ik dat jij nu, boeken mag signeren. Ja. Bedankt voor het gesprek. Bedankt voor het... Dan krijg je hier zijn foto, bij 21. En hij heeft dus tijdens het transport naar Auschwitz haar helpen springen. Dat is Isabella Weinreb. En zij was zwanger. Ja. It's the woman, the young woman that was pregnant with a daughter. It was later called Vivian. And when they escaped from the train car, she was afraid to jump. And then Elias, which is his book about today, Elias, the father of Hannah, he helped her jump out. And that way saved her life. And that way he saved her life. And about 5-6 months later, her daughter Vivian was born. Yes. So, and I told that story to Simone when she asked about someone else that was also there in the car. I said, well, I also know someone else, Isabella Weinreb, who was pregnant. And then she remembered the story about from Hannah that her father had helped jump a woman with a baby or pregnant. She was not sure. Help jump. And then Simone went here to the Kazerne Dossin museum and she was helped by the researcher Laurens Schram. So they looked at all the people in the car and there was no woman with babies in the car. So now it's concluded that Elias saved the life of Isabella. He went to her back, he put her arms around her and helped her down. And they jumped together. Okay. What's your name? Michel. Hi, I'm Charlemagne.